In andere jaren is het hier altijd ontzettend druk op deze vrije markt. Die staat afgeladen, het is zwart van de mensen. En nu, door het slechte weer, door alle waarschuwingen die gedaan zijn, is het toch wel heel erg rustig, moet ik zeggen. Wij staan hier in Wassenaar op een hele koude Koningsdag. En in mijn beleving is het de koudste Koninginnedag die ik ooit heb meegemaakt. Nou, ik zit hier nu 26 jaar op Wassenaar. En dit is inderdaad mijn koudste Koningsdag, vroeger Koninginnedag. Ja. Maar zo koud heb ik het nog niet meegemaakt. En vanochtend om 6:30 was het nog even kouder. Ja. Maar het is gelukkig droog. En nog wel. Nog wel. En er zijn nog kinderen gelukkig ook. Ja, en het is weer anders dan andere jaren. Ja. Ja, want ik begrijp dat de gemeente nu die kindervrijmarkt doet, hè? Ja, ik heb gelukkig een aantal vrijwilligers gevonden die mij helpen met het opzetten. Want ja, de rooievereniging heeft al hier andere bezigheden. Gelukkig hebben we in Wassenaar nog vrijwilligers die ons willen assisteren. En de gemeente, ja, die heeft het opgepakt. En met als resultaat dat er toch mensen komen, ondanks het weer. En een leuk springkussen erbij, dus wat willen we nog meer? Hebben jullie veel inschrijvingen voor die kindervrijmarkt? Nou, we hebben geen inschrijvingen. Oh. Iedereen mag lekker komen, mag een plaatsje zoeken. Het is een echte vrijmarkt. Nou, we hopen dat het droog blijft en dat het een mooie dag gaat worden. Dat hopen we zeker, maar wij zijn al tevreden dat er mensen zijn. Oranjevereniging, de heer Stanninga. Meneer Stanninga, het is ontzettend koud vandaag. Ja, maar het is niet het buitenweer, het is het gezelschap, de groep die ertoe doet. En, koud van buiten, maar allemaal een warm oranje hart. En mensen zijn hier bewust naartoe gekomen. Mensen gaan straks in beweging komen. Er is muziek, er is kortom voldoende om in beweging te zijn en om dit fantastische festijn hier in Wassenaar te vieren. Een heel mooi dorpsfeestelijkheid. Ik begreep dat er een heel festijn komt, hè, met 5 mei, want dan komen die mensen van Keep Them Rolling. Keep Them Rolling, inderdaad een historische, authentieke parade van militaire voertuigen. Keep Them Rolling, WO2, die vertrekken vanuit Wageningen. Geheel volgens de oorspronkelijke route van de Prinses Irene Brigade van Wageningen naar Wassenaar, waar ze omstreeks 11:30 zullen arriveren. Nou, we kijken er naar uit en we wensen u vandaag een hele fijne dag. Graag gedaan, dank u wel. Daarom wensen wij het staatshoofd vanaf hier onze dorpsgenoot geluk en wijsheid. Vandaag vieren wij ook wie wij willen zijn. Met elkaar, vrolijk en feestelijk. In vrede. Een dag van ontmoeten, verbinden en samen zijn. Maar vooral en meer dan ooit een dag van eenheid. Ik heb gezegd. Dan gaan wij over tot het hijsen van de vlag door de scouts.
Dames en heren, jongens en meisjes, dank voor uw aanwezigheid hier. Geniet van die dag, geniet van het dorp, geniet van de prachtige koffietafel die er ondanks alles toch weer is. Dank ook aan Tini van der Velds en de winkeliers en ondernemers. Geniet van de muziek in de Langstraat. Geniet van de Vrijmarkt, dit keer op twee plekken, de Langstraat en de Berkhei. En daar hebben wij, de Oranjevereniging en de gemeente, de handen voor ineengeslagen. Nieuw is dat vanwege het koude weer de gemeente heeft gevraagd aan de scouting om iets warms voor u klaar te zetten. U kunt natuurlijk ook preventief van de oranjebitters inslaan om het te overleven, maar misschien is het toch verstandiger om u daarin te betrachten. En dan kunt u gebruik maken van het aanbod van de scouting, namelijk warme chocomel met slagroom, koffie, thee, limonade, poffertjes en erwtensoep. En gisteren zag ik op een printje ook nog kippenpoten langskomen, maar dat moet ik nog even verifiëren. Dames en heren, maakt u er een hele fantastische, fijne, geweldige, gezellige dag van. En ik zie u straks in de Langstraat en op de Berkhei. Tot ziens. Ik sta hier met mevrouw Tini van der Velds. En Tini, wat is jouw functie hier? Ik ben centrummanager in Wassenaar. Met excuses voor mijn stem, maar het is een feestvreugde. En ik begrijp dat deze koffietafel door jullie georganiseerd is. Ja, dat wordt door het centrummanagement georganiseerd. Wordt betaald door alle winkeliers. En die bieden het de Wassenaarse consumenten of consumenten van buiten aan om hier gezellig gratis kopje koffie met iets lekkers erbij te komen drinken. Ja, ontzettend leuk. Ja. En ik was eigenlijk bang dat het niet door zou gaan. Nee, dat dachten wij ook. Maar wij zijn diehard. Ja. Dus wij hebben gewoon gezegd, we gaan het wel doen. Tenzij het met bakken de hemel uitkomt. Tot nu toe nog niet. Dus dit is allemaal gewonnen. Helemaal goed. En ik wens je een hele fijne dag. Ja, dankjewel. Jullie ook. Dankjewel. Dag. Naast mij staat mevrouw Joan Pustoschkin. En voorzitter van de Wereldwinkel, zeg ik dat goed? Nog wel. Oh, je gaat... Ik ga ermee stoppen. Ja. Okay. En ik heb een hele goede opvolger, Babs Vriezen. Dus daar ben ik heel blij mee. Nou, heel goed, ja. Heel goed. En wat is jouw functie vandaag? Vandaag is mijn functie koffie schenken. Voor de Wassenaarse mensen. En dat krijgen ze aangeboden van de winkeliersvereniging, van het centrummanagement. Ja, en dat is een traditie van jaren. Dus daar stoppen we niet mee. Ook niet als het regent of sneeuwt. Nee. Toch? Heb jij wel ooit zo'n koude koninginnedag meegemaakt? Ik niet. Althans niet buiten. Toen zat ik denk ik binnen. En misschien was dat wel beter. Ja, precies. Dus, precies. Maar goed, we genieten ervan. We genieten ervan. En het is droog. Dus dat houden we zo. Oké, okay, dankjewel. Top, fijne gezellig. Dag. Ja, jij ook. Dag. Oké, nou, er zijn hier een heel aantal Wassenaarders die zitten te genieten van de koffietafel. Hoe bevalt het je onder het koude weer? Nou, het is heel erg gezellig. Ja? En dat maakt je alleen al warm. Ja. En lekker een bakje koffie. Lekker Wassenaarders onder elkaar. Ja, precies. Precies. Ja. Ja. En u, kunt u het ook een beetje uithouden met de kou? We hebben wel eens een koudere winter gehad. Ja, een koudere winter wel, ja. Ja, ja. Daarom. Nee, ik ben blij dat ik dit nog mee mag maken op een oude dag. Hè? Ja, nou, ja, dat valt toch wel mee. Nou, dat weet je me niet. Nee, dat is waar, dat is waar. En naast u zit uw vrouw, hè, Dieneke de Hartog van het CDA. Hoe bevalt het u zo? Even, het laatste. Hoe bevalt het u zo hier? Uitstekend. Uitstekend, ondanks de kou? Ondanks de kou. We zijn warm aangekleed, gaat helemaal goed. Ja, ja, ja. Jan van Noord zit hier ook van de PvdA. Jan, bevalt het je een beetje? Ik vind het reuze gezellig. We zitten lekker aan de koffie met z'n allen. Prima initiatief en we hebben goed weer. Het is droog, dus we maken er gewoon een hele leuke dag van. En de politieke verschillen maken hier niks uit aan de koffietafel? Die maken nergens wat uit. Die verschillen zijn er gewoon, maar daar kan iedereen wel mee omgaan. Goed zo. En dat is alleen maar politiek. Oké, okay, dankjewel. En in het politieke hoekje zit ook mevrouw Van Deursen en u bent van de VVD. Nog steeds in functie? Nee, geen functie meer in de VVD. Nee, ik ben nog wel lid al heel erg lang en dat vind ik erg leuk, dat zal ik ook blijven. En voor de rest bemoei ik me nog een beetje met de VVD, maar niet in de raad, niet actief. Nee. En ik zei net al tegen meneer Van Noord van de politieke verschillen vallen hier helemaal weg. Ja, altijd gewoon een heel Wassenaar. Dat is toch... Nee joh, Wassenaar is gewoon een hartstikke goed dorp. En dat moet goed bestuurd worden. En met elkaar komt dat heel goed voor elkaar. Hoef je helemaal geen grote verschillen te hebben. Mooi zo, mooi zo. Nou, ik wens jullie een hele fijne dag, ondanks de kou. Ja, ja.
gewoon kou kan je kleden. Op zo kou kan je kleden, dus dat gaat helemaal goed komen. Goed zo, lekker genieten dus. Ja, dankjewel. Oké, okay, bedankt. Ja. Naast mij staat mevrouw Sibylle Dekker. Zeker. En u bent ook inwoner van Wassenaar? Ja, 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 ik ben al 18 jaar inwoner van Wassenaar. En dit is echt een traditie, hè, hier? Ja, dit is een ontzettend leuke traditie. Het is heel bijzonder, omdat eerst staat vlaghijzen. En het Wilhelmus en de speech van de voorzitter van de Oranje Vereniging, daarna van de burgemeester. En dan deze gezelligheid. Ik heb het nog nooit ergens gezien en meegemaakt. En als ik het vertel aan vrienden, dan vinden ze het zo ontzettend leuk. Dus mijn partner Bernard Bot is er nu ook en die vindt het ook helemaal geweldig. Dus dat is heel leuk. Ja. Ja, het is echt een traditie die we erin moeten houden. Absoluut, zeker, zeker. Maar heel, heel erg koud vandaag. Nou ja, een beetje koud, maar daar kun je op kleden. En een lekker warm kopje koffie en een oranje bittertje en dan gaat het weer. Is toch wel goed. Ja, zeker. Ik wens u een hele fijne dag. Dank u wel en u ook. Veel plezier. Tot ziens.